als je trouwens vroeger met zand speelde, dan bleven er geultjes en dan bleven er kleine ruggetjes liggen. Dat noemen wij een stroomrug in het groot. Dus alle plaatsen zoals Ooijen, Maggeren, Lid, Megen, Haren, Maggeren, Deurze, Demen, Dieren, Dennenburg liggen allemaal op de stroomrug. Als je dus de kaart neemt van pakweg voor de Maaskanalisatie, hè, dan kon je vanuit Lid kon je Megen al zien liggen. Maar dan moest je slingeren met die zeilbootjes. Dus het schoot geen donder op en dan moet je nagaan met een zeilschip. Hè. Dus een van de uitdrukkingen van de schippers was dan ook, Megen hier, hè, Megen daar. Ik word dan Megen naar de verdommenis waar. Vanwege de dunne bezetting van protestanten in deze regio is dat maar een heel klein kerkje. We zijn eigenlijk gestart met speciaal bierbrouwen op ambachtelijke wijze, heel met de hand. Dat doen we nog steeds. Maar we focussen op deze ruimte voornamelijk nu op gedistilleerde producten. Je ziet eigenlijk twee tanken staan, zeg maar, die hebben we zelf gemaakt. We verkopen ons product Jan Limoen. En we hebben daar echt een idee bij om daar ook aankomende jaren beter en groter in te worden. Dus dat is de reden dat we ook nou een nieuwe tank besteld hebben. En met die tank kan ik ook whisky en kalvels gaan maken. En we hebben natuurlijk appels in de regio. Die kan ik heel graag kopen, weet je wel. Ploggen is hardlopen en zwerfvuil verzamelen. En dat gaan we ook doen tijdens de Zuiderwaterlinie Mars. Die van 16 tot 23 september staat te gebeuren. Ja. En dan gaan we dus elke etappe, die gaat dan ploggen en mensen kunnen zich daar weer aansluiten. Nou, het komt uit Zweden. Het heet daar ook plogging, maar dat komt dan van plokka, dat is dan de Zweeds voor oprapen. Oh. En dan joggen. Ja. Nou ja, dan maak je daar plogging van. Hè? Ja. Nou. Ga je ook ploggen? Nou, ik ga de uitdaging aan. Ja, ja, ja. Nee, ja. Ik ga op die mars ergens even een stukje met je ploggen. Oké. Okay. Spreken we hierbij af. Spreken we af. Ja. En van ploggen word je heel blij. Okay. In de Romeinse tijd wisten ze al dat de bijvoet die had een verzachtende werking voor het lopen van marsen. Dus die blaadjes die zijn fluweelachtig en die geven wat vocht af. Die stopten ze onder de sandalen en daarmee konden ze langere marsen lopen. Dus eigenlijk is het de meest ideale plant voor de mars. Ja, precies. Wordt in één keer afgekapt. Ja, dit was alweer de 15e editie van Henry Wandelt de Zuiderwaterlinie. Na onze zomerbreak gewoon weer de draad opgepakt van Ooijen naar Megen. En dat liep ik samen met Johan van der Schoot, wethouder hier in Os. Mijn collega Annemarie Spierings. Ron Becker, niet te vergeten, een plogger die hardloopt en ondertussen vuil opraapt. De wereld iets mooier achterlaat dan dat hij hem aantreft, zou je kunnen zeggen. Ernst de Groot van het waterschap. Kees van de Wiel. Degene die hier veel weet van de omgeving, omdat hij van de Heemkundekring is. Kortom, weer een mooie tour en we gaan door tot het einde naar Graven.